Een aantal vrijwilligers uit Vierlingsbeek hebben maandenlang gewerkt aan het kunstwerk De Kloostergang. Dit kunstwerk is gemaakt op basis van een ontwerp van een Amsterdam wonende Japanse Zachi Miyachi. De bezoeker kan eindeloos lopen in de vorm van een acht, een teken van oneindigheid. Peter, het project is bij jou begonnen. Kun je eens vertellen hoe? Ja, dat kan ik. Antoine Achte uit Fortemulm, die is projectleider van een kunstroute, de Kapellebaan. Hij had mij benaderd omdat hij wist dat ik docent was aan ROC Gildeopleiding in Venlo. Ik doe daar meubelmakers en interieurbouwers opleiden. En die wilde eigenlijk graag de kunstwerk gemaakt zien worden door leerlingen. En in eerste instantie toen ik de tekeningen zag, was ik niet zo enthousiast. Omdat als je eigenlijk naar het kunstwerk kijkt, dan zie je dat het eigenlijk meer voor bouwtimmerlieden is in plaats van meubelmakers. Er zitten eigenlijk bijna haast geen verbindingen aan. Het is allemaal schroeven en dergelijke. Maar goed, ik ben toch met die vraag naar mijn team gegaan. En mijn team was ook niet meteen enthousiast. En uiteindelijk heb ik het toch zover gekregen dat het gemaakt kon worden door leerlingen. Mijn team stond er toen achter. Alleen ja, toen kwam corona en toen mochten een hele hoop dingen mochten niet meer. En toen is het gestopt of heb je een andere oplossing gezocht? We hebben een andere oplossing gezocht. Ik moest eigenlijk sowieso, als ik het met leerlingen gedaan, dan moest ik een leerbedrijf hebben. En zodoende ben ik eigenlijk bij Wim terechtgekomen. Wim, kun je eens vertellen, wat beeld het beeld uit? Waar gaat het om? Twee achten in elkaar vloeien die in elkaar. En de bedoeling is dat vroeger de mosse porters en broeders en zo allemaal brevieren. Zo, en die liepen dan rondjes. En dat beeld zit gecreëerd hierin. Hier kunnen zo echt oneindig ronden blijven lopen, achter blijven lopen en tot jouw eigen komen. Wat was nou het moeilijkste, zeg maar, om dit te maken? Het moeilijkste, ja. Nee, ik heb er niet van begin af bij gezeten. Dus ik denk dat ze in het begin vooral hebben zitten puzzelen met de constructie. En dat hebben ze bij Frans trouwens mooi gebruik kunnen maken binnen. En dat heb ik op het filmpje gezien, want toen was ik er nog niet bij. Dan heb je gewoon echt uitslagen gemaakt. Dat zijn rare hoeken, hè? Dus het is weinig haaks in. En dan moet er toch een tekening op waren grootte, heet dan een uitslag. En moeten maken, ze hebben een hoop van tevoren in elkaar geprutst. En hout is weer barstig, hè? Als je er ook bovenop kijkt, dan zie je dat hout af en toe dit doet. Dus hout is niet recht, maakt het een mooi stukje werk, maar af en toe ook wel lastig. En ook zwaar. Het is dus vooral in het begin, denk ik, dat ze wel af en toe hebben staan te krabben. We hebben Geert vooral veel timmerwerk verricht voor dit project. Maar we hadden al veel voorbereidend werk gedaan door Peter Schoofs en Wim Geurts. En daar ben ik bij ingestroomd en het ging fantastisch. Het was een prachtig werk. En de reacties, ik heb al heel veel foto's gezien waar mijn familieleden op staan. Dit is geweldig, echt. Ik vind het een mooi project, ja. Ja, we hebben als een beetje, toch ook als karttrekker, is dit ook voor toerisme van Vierlingsbeek een mooi project? Ja, dit is gewoon, hier zet de beek midden op de kaart. Er is eigenlijk heel mooi een kapellebaan. En dit is toch mooi, vooral voor hier, voor de streek, voor het land van Kuuk. Nou, ja, dat is de moeite waard. Het hout komt uit Suriname, uit het Broco Tondo meer. Dat meer, daar is een stuwmeer. En de rest, dat hout, hebben ze eruit gehaald. Die bomen die hebben jaren in het water gestaan. Je zag ze onderaf en dan drieven die naar boven en dan alles zit eruit. En de Surinamer die dacht heel veel geld te gaan verdienen hier in Nederland met de hout. Maar dat is hem niet gelukt. En daar heb ik geluk bij gehad dat we er tegenaan gezien gelopen. En dat we er een bod op konden doen. En toen hebben we dat laten zagen. Zo hebben we tenminste ook een duurzaam stukje hout. Ja, Wim, tot slot, ja, dit project hebben jullie gerealiseerd, maar mede dankzij een hoop sponsoren. Sponsoren, mensen die iets gedaan hebben. Frans, niet te vergeten, echt, als we die niet hadden gehad, ook om er binnen te kunnen werken en zo allemaal. Ja, de twee jongens dan en Ben, ja, niet te vergeten, ook Ben. En dan, Bongers van... halfweg in mijn zijstor. Jabo is het. Die hebben ons ook gesponsord. Dan hebben we Jeroen Wijmans met het kraantje en zo allemaal. En wat gaan we nog meer? Van Dieten ook nog. Die hebben ons ook nog leuk gesponsord. Met de kraan dan. Ja, en dan
ja, dan ben je ons eigen. Wij hebben eigenlijk ook gesponsord. Dus ja, dat is het. Zeker, complimenten in ieder geval. Het kunstwerk, de Kloostergang, maakt deel uit van een omvangrijk project in het land van Kuuk en Gennep. Zo stonden er twee andere objecten aan de Niers in Gennep en in de tuin van het Kruisherenklooster in Sint-Agata.